Nu je kan zien dat je een hele mooie wenkbrauw hebt. Jouw haar zit ook mooi. Krijg je ook nooit een gesprek. En dan... I got brides in Atlanta. Hey, what's good? Het is je panna, Steve Vechten. En oh, wat heb ik daar lang niet meer gezegd. Het is panna. Panna. Heerlijk, heerlijk was dat om een keer weer te zeggen. Oké, is dit nou de eerste keer dat jij mij ziet? Zorg dan zeker voor dat je abonneert. Dan kan je beneden en druk dan ook meteen op het belletje. Want dan ben je altijd up-to-date voor de nieuwste video's. En dan hoor je bij de notification squad. En wie wil dat nou niet? En dan heb je VIP op mijn kanaal. Ja. Tot nice friends. Het is niet zo moeilijk, jullie laten een probleem achter waar je mee zit. En het probleem met de meeste likes, die ga ik behandelen in de volgende woensdag pandadag. Ik ben een vuilnisman, maar hoe pak ik nou goed vuilnis? Dat mag ook. Oké, stel je hebt geen probleem, maar je ziet een probleem en je denkt van... ja, ik wil wel graag dat diegene wordt geholpen. Likes en reactie, want degene die het meeste likes krijgt, wordt dus, die ga ik dus behandelen in de volgende video. Oké, dus het probleem van deze keer is, hoe krijg ik een vriendje in 2017? Oké. Nou, stil jongen. Oké, dus de allereerste is, je moet niet bang zijn om je mond open te trekken tegen degene die je leuk vindt. Dus stel je vindt iemand leuk, wees dan juist niet bang om het tegen te zeggen van, hey, hoe gaat het? Dus ga met diegene praten. En het klinkt echt heel dom en standaard, maar het is wel zo. Stel je vindt iemand dus leuk, maar je gaat niet met diegene praten, dan krijg je ook nooit een gesprek. En dan kan je nooit met diegene dus echt iets gaan opbouwen. Hoi Bob. Hoi Peter. Wat zit je haar leuk vandaag? Oh, dankjewel dat mijn haar mooi zit, Petra. Jouw haar zit ook mooi. Toevallig, we hebben dezelfde broek aan. Oké, even serieus. Ik kan niet in mijn rol komen. Het is moeilijk, oké. Jij ziet er vandaag ook heel leuk uit. Oké, dus nummer 2. Wees niet bang om tegen je vrienden te vragen. Hey, heb je nog een hele knappe vriend of vriendin van mij? En waar ik misschien even lekker mee kan dansen, ja? Een speciale, iemand die perfect voor je is. Iemand die echt gewoon precies bij je past. Net zoals Bob en Stacey, want zij zijn zo lekker. Oké, en nummer 3 is, ga op social media. En dat klinkt heel dom, maar stel je hebt geen Instagram of zo. Ga op Instagram en bewerk je foto's zo mooi mogelijk. Ja, ga gewoon jezelf helemaal bewerken. Dus op deze manier. Dus dat je vet lekker bent. En dan als je echt helemaal gewoon, ja, denkt van, wow, ik ben nu lekker. Post hem op je Instagram account en binnen een minuut 10.000 DM's van jongens. Dus voor mij moet ik in elke video tot nu toe steeds boeren laten. Ik opnieuw kan. Kijk, natuurlijk wil je geen neus, dus die halen we even goed weg. Oké, die lelijke neus is nu weg. Maar wat je wel wil, is dus heel veel mooie, hoe heet dit? Dit ding. God, wenkbrauw. Nu je kan zien dat je een hele mooie wenkbrauw hebt, dan mag niet alles. Zo mooi. Oké, dus nu we dat hebben, wil je natuurlijk ook heel mooi haar. Dus ja, dan gaan we ook maar eens even doen. Yo, hoor jij mijn moeder ook zingen? Hoe gaat zij dan weer ineens zingen beneden? Dat is een muziek op. Ik ben heel tevreden met het eindresultaat. En nou, natuurlijk krijg je hier 10.000 bitches van. Tot nice friends! Oké, op nummer 4 staat. Word niet meteen boos als hij niet reageert. Mijn social media is gewoon echt een plek waar ik niet goed kan communiceren. Stel op Instagram, weet je, dat wordt gewoon ondergespamd. Dus daar reageer ik heel soms. Als ik gewoon een speciaal bericht krijg. Want ik kan niet op elke hey reageren. Maar hetzelfde is ook bij mijn WhatsApp. Ik heb zoveel, best wel veel contacten en mensen die elke dag met me appen. En daarom vind ik het ook zo jammer dat je van die blauwe vinkjes hebt. Want ja, soms druk ik erop en dan zie ik weer een ander appje. En dan ga ik daar snel op reageren. En dan zie ik dat andere appje weer over mijn hoofd heen. Oké, en nummer 5. Deze heb ik van een paar mensen gekregen. Zet in je bio dat je single bent. Ja, dan krijg je ook wel chicks. Of jongens. Oh ja, dit gaat niet voor jullie meisjes. Dan krijg je ook een vriendje. Ja. Oké, dus dit waren mijn tips. Heb jij nog tips? Laat ze dan even zeker achter in de reacties. Want ja, elke tip is natuurlijk welkom. Oké, en mijn volgende tip is. Hey, heb jij deze video nog niet gezien? Want dat kan heel goed komen. Want dat komt omdat je geen melding hebt gekregen. Dus heb jij deze video nog niet gezien? Alsjeblieft bekijken, want ik vind hem zo leuk. Vond je deze video leuk? Zorg er zeker voor dat je like. Want dan steun je mij en kunnen we ongeveer de 1000 likes halen. Dat zou echt heel super zijn. Abonneren is toegestaan. En heel erg gewaardeerd. Dus hey, weet je wat je dan wil doen?